Kom, Joop. Wat voor... allemaal schoon eind, hè, ja? Ja, ja, dat zeker. Ja, want voor je het weet is het 1 maart 2010, Nationale Complimentendag. En Landstede haakt aan bij deze dag. Wat is nou eigenlijk Complimentendag? Nou, dan geef je elkaar een compliment. En het is altijd leuk om een compliment te krijgen. En wat nog veel leuker is, is een compliment geven. Want dan krijg je een blij gezicht als antwoord. En een blij gezicht brengt overal licht. Wat zit je gebit goed vandaag, Jaap? Oh, dank je, Joop. Wat een aardig compliment van je. Zoals je ziet is het leuk om iemand een compliment te geven. Nou, en op maandag 1 maart 2010 kun jij ook aan iemand willekeurig een compliment brengen. Oh ja, hoe doe je dat dan? Op alle locaties bij Landstede liggen nationale complimentenkaartjes. En die kun je opsturen naar een medestudent, of naar je vader, of je moeder, of je opa, of je oma. Maar als je niet gewend bent om een compliment te geven, hoe verzin je zoiets? Nou, dat is heel eenvoudig. Voor tips kijk je op www.nationalecomplimentendag.nl. Oh, dat is een mooie opluchting, zeg. Het is fijn dat dat zo kan. Het staat hier gewoon in het script, hoor. Ja, ja, ja. En dat is goed geschreven ook trouwens. Ja, heel goed geschreven. Ja, mooi ook, hè? Een mooi lettertype ook. Ja, ja, dat is heel leuk verzonnen. Meisjes, wat zien jullie er mooi uit? Ja, wat zie je? Dankjewel. Ja, en dat is nou een complimentje geven. Zo makkelijk is het nou. Even zeggen, wat zie je er goed uit? Dankjewel, maakt mijn hele dag goed. Zie je, wat kijk eens. Wat mooi, vind je bordje leuk? Zo. Ja, het gaat heel erg leuk. En je hebt zelf gestrikt? Zelf gestrikt. Goed hoor, je ziet echt geweldig. Je maakt mijn hele dag weg, maak je echt heel erg mooi. Dank je.